De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen en vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike Kuil voor hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst. En jongens, misschien luisteren we allemaal meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij. Onderwijs is de maatschappij. Is de maatschappij. Welkom bij weer een nieuwe aflevering met wederom een nieuwe gast. En in onze studio hebben we vandaag Noah. Welkom Noah. Dankjewel. <laughs> Wat leuk dat je er bent. Zou jij jezelf willen voorstellen? Ja, ik ben Noah Baan. Ik ben 17 jaar. Ik zit in VU5. Uh, vorig jaar heb ik HAVO gehaald. En uh, nu ben ik hier. <laughs> ja. Super leuk dat je er bent. Ja, Dankjewel. maar jij bent dus, je hebt eerst HAVO gedaan. Ja. Toen heb je een diploma gehaald. Ja. En toen dacht je, ik vind het zo leuk om op school te zitten, ik ga nog VWO doen. Ja, nou ja ik wilde eerst wilde ik gaan studeren, dus dan was het een logische stap op zich ook al om naar VWO te gaan. Hmm. En ik was 16 toen ik klaar was met HAVO, dus vond ik ook best wel jong om naar een HBO te gaan. Ja, oké. Okay. Dan dacht je, dan doe ik nog even een, een twee jaar VWO. Ja, ja. Want weet je wel wat je hierna wil doen dan? Ja, ik wil heel graag culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaan doen. Oh, weet je, mond ja, vol. Klopt. Maar, maar je ik bent het... heel geïnteresseerd in mensen. Ja, ik vind mensen heel erg interessant. Tof. Nou, ja. wij ook. En daarom uh, gaan we met de babbelen vandaag. <laughs> ja, en voordat we gaan babbelen, gaan we eerst even een aantal stellingen voorleggen. Yes. En dan mag jij daarop reageren. Wat is volgens jou het doel van onderwijs? Uh, ik denk dat het doel van onderwijs is om mensen lessen te leren die je op dat moment in de rest van je leven kan gebruiken. Wow. Dus informatie, zeg maar, krijgen. Wat is het belangrijkste wat je op school geleerd hebt tot nu toe? Uh, ik denk, uh, zeg maar, dingen doen die je echt leuk vindt, daar verder op gaan. Dus echt leren wat je passie daar is. Moet leren ook leuk zijn voor jou? Ik denk het wel, want anders heeft het niet heel veel zin om dingen te leren als je er geen zin in hebt. Dan ga je het leren met tegenzin, dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin. En als je terugkijkt naar uh, de vijf jaren op de HAVO, <laughs> was dan ook echt alles leuk? Nee, absoluut okay. niet. Nee, ik vind het Duits heel erg vervelend. Ja. Maar heb je wel doorstaan? Ja, ik heb het wel gehaald. Heb je het ook nu weer in je vakkenpakket gekregen? Ja. Nee. Ja, ik moest. Oh, daar heb je dan geen keuze in? Nee, daar heb ik helaas geen keuze in. Oh, Oké, okay. dus, maar als je keuze zou hebben, zou het fijn zijn... als het leren inderdaad ook aansluit en leuk ja. is. Het kan niet misschien altijd even leuk zijn... maar ik denk wel dat grotendeels maar 70% wel leuk is of interessant is. Als je iets zou mogen toevoegen aan het onderwijs van nu... wat zou dat dan zijn? Uh, ik denk een uh, stukje persoonlijke ontwikkeling of mensontwikkeling. En hoe ziet dat voor jou eruit? Uh, ik denk dat je een soort vak, ik weet niet precies hoe het eruit gaat zien. Maar uh, dat je een soort onderdeel in je dag hebt. Dat je gaat kijken naar hoe kan ik groeien als mens. Of wat ik, vind ik interessant. Of hoe kan ik groeien. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om ook maar jezelf te leren kennen op school. En als, je, als we dit zouden toevoegen, want het klinkt echt heel mooi. Uh, waarmee zouden we dan kunnen stoppen? Uh, kunnen stoppen met, ik weet niet precies waarmee je kan stoppen. Ik denk dat nu het schoolsysteem op zich nog niet zo super slecht is, maar ik denk wel dat je kan stoppen uh, met mensen scheiden. Dus zeg maar, die is goed, die is slecht, of dit cijfer is beter dan die ander, dus daardoor staat iemand hoger of lager. Ik denk dat dat, als dat kan veranderen, dat dat wel uh, mooi zou zijn. Vind jij dat jullie uh, als jongeren goed worden voorbereid op de uitdagingen van de toekomst op school? Nee. <laughs> wat zijn voor jou uitdagingen? <laughs> uh, nou, zoals je weet, natuurlijk de basics hoe, doe je, hoe koop je een huis, hoe ga je studeren, hoe, hoe ziet het leven eruit? Ik denk dat dat, nou, zeg maar de dingen zijn waar je nog niet heel goed op voorbereid wordt. Mm. Uh, wat ik bedoel, ik heb ook nog nooit geleerd hoe ik me Financi financiën moet gaan regelen. Ik heb wel economie, maar daar leer ik iets heel anders... dan dat ik eigenlijk zou kunnen leren om ze maar later te gebruiken. En je stel je voor dat je tegen je economiedocent zou zeggen... nou, meneer, mevrouw, ik weet niet... Uh, joh, zouden dit gewoon een keer kunnen toepassen in een les? Hoe zouden ze dan reageren? Ik denk dat hij dat op zich wel zou willen doen... maar ik denk niet dat, dat, ik denk dat het eenmalig kan zijn. Ik denk niet dat dat zeg maar les kan overnemen of ze maar het jaar kan overnemen. Ik denk dat wel. Dus ze moeten natuurlijk ook zich vasthouden aan een soort mm -hmm. uh, ja, dat vinden ze dat ze dat moeten. Ja, nou, ja, volgens mij is dat ook voorgeschreven, <laughs> dat weet ik niet. Nou, jij maakt je zin maak af, want je denkt leraren moeten zich houden aan? Ja, een soort voorgeschreven wat ze allemaal moeten geven en toetsen die ze moeten geven. Ja. Dus ik denk dat daar best wel al wat dingen voorgeschreven zijn dat docenten daar ook een beetje vastzitten. Ja, in een soort programma. Ja. PTA noemen ze dat ook wel eens. Ja. Nou, dat zou dat zou kunnen. Ik vind het in ieder geval wel interessant dat jij als leerling denkt: ja, een leraar kan misschien ook niet anders, nee, want die hmm. moeten ook heel veel, ja, precies. Hmm. Die hebben natuurlijk ook gewoon dingen om te schrijven. Ja, precies. Ja. Toch ook een baan ergens ondertekend wat ze moeten doen. Het is <laughs> een interessante vraag, misschien. Yeah. Ja. Als je kijkt hè, naar um, een belangrijke, de belangrijkste vaardigheid of competentie die iedere jongere na 16 jaar onderwijs moet he hebben meegekregen, wat zou dat dan volgens jou zijn? De samenwerking, denk ik. En dan heb ik nog een laatste voor jou. Uh, in de LEADER uh, nemen wij een stelling aan, namelijk wij willen de wereld in de school zetten en school in de wereld. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat het heel, ja, heel mooi is dat het heel goed is. Oké, okay. en, en als jij dat hoort, wat zie je dan voor je? Uh, ik denk leren. wereldwijsheid leren door bijvoorbeeld ook praktijk te gebruiken. Dus de wereld gebruiken oh. om daar dingen van te leren. De wereld gebruiken om er dingen van te leren door ja. middel van praktijk. Nou, niet per se praktijk, maar een onderdeel daarvan is, denk ik denk, praktijk. Ik denk dat je natuurlijk ook daar theorie van kan gebruiken. Ja. Maar ik denk dat als je de wereld gebruikt als jouw uh, schoolbanken, ik denk dat, ja. dat dat meer de bedoeling is. Okay. Ik denk dat dat ook meer de stelling is, maar dat was voor mij de interpretatie ja, zo, ervan. Zo las jij hem inderdaad. Ja. En heb je kan je daar, krijg je daar een concreet plaatje van in je hoofd hoe dat er dan uitziet? Wat ga je dan doen of waar ga je dat doen? Uh, ik denk dat je vooral de wereld in gaat. Dat is wel een mooie inkoper. Maar, <laughs> uh... maar letterlijk uit de school. Ja, ik denk dat, dat mensen echt naar buiten gaan en het echt gaan beleven en echt gaan doen in plaats mm. van de theorie gaan leren en zitten. En als, en, jij iets... <laughs> en als jij iets, uh, uh, zou je het concreet kunnen maken bij, bij een bepaald vak waarvan je zegt, nou als we dat nou eens gewoon in de praktijk zouden doen, dan zou het uh, dat... Ja, bijvoorbeeld met geschiedenis is er ook een school in Engeland, ik weet niet precies welke, maar ja. die doet dus ook met jongeren dat ze als ze een, over een veldslag leren, dat ze ook echt die veldslag gaan uitvechten uh, of dat je oh, naar die plek okay. gaat waar het geweest is. Dus ik ja. denk dat dat een manier is om dat te doen. Ik, dat zo zie ik het voor me. Ja, helder. Mooi voorbeeld. En ja. de wereld in de school, heb je daar ook beelden bij? Nee, niet zoveel als andersom. Ja. Dus Wat komen er wel eens mensen van buiten, dat zo'n economiedocent of je weet niet welke vakken je nog meer hebt, oh. dat iemand zegt, nou, ik heb een hele leuke gastdocent vandaag ingehuurd of meegenomen. Um, ja, we hebben wel eens dat mensen um, als gastspreker komen. Uh, bijvoorbeeld voor WMR komt er wel eens iemand langs en die gaat dan vertellen erover. Ik heb meteen een vraag. Wat is mijn merk? Het is een Het is een soort... Ik weet niet precies hoe je het gaat uitleggen, maar nu zitten we. Dit is mijn eerste jaar dat ik het heb. Dus ik vind het, yeah. al, ik vind het wel een leuk vak. Sommige mensen het niet met mij eens zijn, maar okay. <laughs> um, dat is oké. En het gaat er gewoon over uh, hoe ziet de maatschappij er een beetje uit? Hoe zie jij eruit? En Vorig jaar waren ze bijvoorbeeld bezig met een sterrenkundeproject. En nu mm. uh, zijn ze weer met andere dingen bezig. En, Bijvoorbeeld over Ubuntu of um, allemaal van dat soort best wel interessante stromingen en ideeën. Ja, en dan wordt er dus af en toe een gastspreker uitgenodigd ja. om daar iets over te vertellen. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, tof. Um, jij zegt onderwijs moet leuk zijn, anders heeft het niet veel zin. Ja. Gelukkig is 70% leuk. Ja, dat, dat was zeg maar het doel. Dat bedoelde ik ermee. Oh, om te zeggen zeg maar, oh, dat, dat moet het onderwijs 70%, zeg maar, 70 wel ah. leuk moet zijn. Tuurlijk zou het niet altijd even leuk zijn, want Pythagoras leren is nou niet het zeg maar, het allerleukste. <laughs> maar, zeg maar je moet er wel uh, door geprikkeld worden. Ik denk dat, ja. dat, dat ik daarmee bedoel. En in het nu, hoeveel procent van school is leuk voor jou? 50% denk ik. Oké. Okay. Okay. En wat zijn dan de dingen die het leuk maken? Ja. Juist. Wat hè? is dat? Dat we dan mee, wel graag weten. Kunst, um, <laughs> nee. Zeg Noah met een knipoog ja. tegen haar kunstdocent, die Precies. tegenover haar staat. Ja, ja. dank je, Noah. <laughs> nee, ik vind kunst echt heel erg leuk. Ik vind WMR echt wel leuk, maar ik heb ook het uh, geluk dat ik met best wel veel vriendinnen in de klas zit, dus dan maak je het ook wel leuk. Ja, dus klasgenoten, ja. mensen, ja. Mm, en Engelslessen vind ik wel leuk. Uh, ja. Gezien. Maar wat doen die docenten of die vakken waardoor je het leuk vindt? Wat prikkelt jou? Ik vind de stof sowieso best wel interessant, dus dat maakt het voor mij ook wel okay. leuker. Dus het moet dicht bij je interessegebied liggen, dan wordt het al snel leuk? Ja, wordt het leuker. Leuker, ja. ja. Um, ik vind praktijkvakken best wel leuk. Zeg maar dingen maken vind ik leuk, is bijvoorbeeld de kunst. Uh, krijg ik ook er de vrijheid in om dingen te doen? Ja, dingen dus, doen en maken. Ja. Uh, en vooral vrijheid om zeg maar eigenlijk een beetje je eigen pad te maken. En vrijheid om je eigen pad te maken of je eigen keuzes te ja, maken. Ja, dat. Dus dat zijn misschien wel drie ingrediënten die jij het onderwijs zou toewensen. Ja. Ja, oké. Okay, nou, daar kunnen we zeker weten wel wat mee. Gaan we ook even de andere kant op. De dingen die je echt niet leuk vindt. <laughs> en we hoorden al Duits, maar dat, ja. de vraag is natuurlijk vooral... Uh, wat is er dan aan bijvoorbeeld dat vak waardoor je het niet leuk vindt? Ik vind de woordjes stampen echt afschuwelijk. Oké, okay, woordjes stampen, oftewel reproductieachtige dingen ja, leren. Ja, maar, zeg maar woordje stampen zelf is nu niet zo heel slecht. Maar als ik in het Duits een bloedcirculatie moet weten... wat het in het Duits is, ja, ik zie daar niet een wat nut in. Dus dan vind ik het ook minder leuk. En ik ben ook niet heel goed in woordje stampen. Dus dat helpt ook niet. Ja, oké, okay, dus het moet een beetje relevant voor je zijn. Ja. En je moet wel enige slaagkans hebben. Ja. Ja. <laughs> ja. Goed, nou, mooi dat je al deze dingen zo helder weet te verklanken. Want wij als leraren, want Maaike is ook... Uh, die is, uh, de, nou ja, juf, denk ik, zeg je op een basisschool. Ja. En schoolleider van een basisschool. Dus die, uh, zij en ik leren hier allebei heel veel van. Uh, dus we zijn dankbaar met je input. Um, en eigenlijk zei je het net ook al, hè? je wil praktische vaardigheden, maar ook leren hoe koop je een huis? Hoe moet je je financiën managen? Um, eigenlijk wil je leren hoe het leven in het echter uitziet. Ja. Um, nou, weet ik wat? We hebben een voorgesprekje gehad met elkaar. Dat jij op school ook andere dingen doet. dan wat mensen misschien verwachten bij school. Ja, klopt. Ik ben onderdeel van de Leerlingenraad en Inspiration. En dat zijn eigenlijk een soort van buitenschoolse groepjes. Ja. En daar kan je activiteiten doen. Dus ik zit bij het debatteam. en dan bij de Leerlingenraad. Ja. En daarbij organiseren we dingen. Dus bijvoorbeeld met het debat gaan we naar debatwedstrijden. Maar nu zijn we ook bezig met een debat op school organiseren. Oké. Okay. En de Leerlingenraad, ja. Het spreekt een beetje voor zich, maar het is gewoon uh, ja, leerlingen die hun mening over school uiten en bezig zijn om de school te verbeteren. Mm, Oké, okay. en hoe gaan ze daarmee om dan? Wat, ja. wat doen ze met jullie input? Is het gewoon, jullie zitten gezellig met een clubje thee te drinken en, uh, en ze denken nou hartstikke leuk, Noah. Maar uh, daar doen we helemaal niets mee. Of hoe, hoe werkt dat bij jullie op Jan Arends? Ja, ik denk wel dat er wel wat mee gedaan wordt. Ja, ik denk niet dat ze, maar wij nu kunnen zeggen. Ja, we willen dit en dit en dit en dat ze het meteen doen. Maar ik denk wel dat er echt naar ons, ja, onze feedback geluisterd wordt en dat ook de dingen die wij aankaarten wel echt oprecht naar gekeken wordt. Heb je een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dit is wat wij hebben aangekaart... en uh, daar is ook, uh, hebben we ook gesprek over gehad en daar is naar geluisterd... en daar zien we nu resultaat van? Um, ja, bijvoorbeeld met de kantine ook zijn we bezig geweest van... nee, we willen een gezondere kantine of we willen dit en dit erbij... en er zijn ook echt veranderingen geweest in de kantine. Dus Het door... geen roze koeken meer bij jullie nu? Nee, jammer genoeg niet. Maar bijvoorbeeld ook dat. Hij uh, zal het al doen, want namelijk net in de vorige podcast, de roze koek. <laughs> dat is mijn meest waardevolle herinnering aan mijn eigen <laughs> middelbare schooltijd. Ja, maar sorry vertel. Uh, nou, we, we wilden voor, bijvoorbeeld meer variatie of meer gezondere broodjes en daar wordt dan wel naar geluisterd. We hebben wel nog steeds automaten waar nog wel roze koek uit te halen zijn. Ze oh, zijn niet luk, helemaal afgebroken in de kantine. Ja. Uh, waar ik heel nieuwsgierig naar ben, uh, krijg jij heel goed betaald voor jouw deelname aan de Leerlingenraad? Uh, leerlingenraad krijg ik niet voor betaald. En de en, debatgroep, krijg je daar heel veel geld voor? Uh, nou, toevallig voor het debat organiseren was met de Nederlandse debatcommissie. Oh. En oh. daar oh. <laughs> kregen we wel een uh, vrijwilligersvergoeding voor. Een vrijwilligersvergoeding. Want wat ik eigenlijk natuurlijk wil vragen is, is dit allemaal vrijwilligerswerk van het jou? Het is in principe wel vrijwilligerswerk en vind ik het zelf ook heel erg leuk. Ja. Zie ik het niet echt als werk. Precies, dus jij bent zo'n jongere die uh, en niet alleen allemaal verplichte dingen doet op school, maar ook dingen extra doet omdat ze die leuk vindt. Ja. Wat spreekt je zo aan in bijvoorbeeld de debatgroep? Ja, ik vind praten sowieso wel leuk als mensen het nog niet gemerkt hebben. <laughs> <laughs> en ook gewoon het leren spreken voor de groep. Ik was best wel onzeker. En daarin leer je ook best wel gewoon, hey, hoe sta ik nou mijn vrouwtje? Ja. En uh, hoe ga ik nou zeggen wat ik vind? En uh, beargumenteer ik het ook goed? En mm. zomaar, ja, geef ik een soort muurtje om mijn argumenten... die niet zomaar omver gegooid kan worden. Ja. Oh, heb je tips? <laughs> <laughs> Moet je een keertje langskomen, we organiseren een oh, debatdag. Leuk! Um, maar ook, hoe kan ik nou een argument van een ander zomaar ontmantelen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn argument nou beter is dan die ander? En hoe kan ik een oh. argument winnen? Nou, jouw leraren die zullen het nu een <laughs> beetje benauwd krijgen, denk ik. Nee, maar dat zijn inderdaad hele mooie dingen. En wat ik dan vermoed is vaardigheden die je ook heel graag inderdaad wil leren. Um, als jij een leerling zou zijn die niet die debatgroep zou doen... zou je die vaardigheden ook leren elders in school? Um. Ik weet niet of je dat elders op school per se leert, maar ik denk wel dat je het sowieso wel leert. Ik bedoel, je hebt ook, ik heb ook als discussie met vrienden. Dus daarin leer je het ja, ook okay. zomaar zeg met andere dingen. Dus ik weet niet of je per se in school moet leren. Oh, mooi. Maar jij zegt, ja, leren gebeurt natuurlijk ook heel veel buiten de schoolbanken. Ja. Uh, en dat soort vaardigheden leer je als mens sowieso wel. Ja. Oké. Okay, ja. Nou, dat is ook wel fijn om te weten. Um, ja. En de leerlingenraad, daar ben je bij gegaan omdat... Een paar vrienden van mij zaten ook in, het, in de raad. Dus het was ook een soort van, ah, vind je het leuk, kom erbij. Is dus dat was sowieso Ja. Wat. Dus je bent gelokt? Ja, nou ja, ik <coughs> ben er zelf ook, ik heb ook zelf gehad. <laughs> um, maar ik vind het ook gewoon leuk. Ik vind uh, het invloed hebben op dingen die ik interessant vind of waar ik invloed op wil hebben, uh, dat wil ik graag. Dus ik wil ook op een positie zitten waarbij ik dat kan doen. Ja, je bent best wel betrokken, hè? Ja. Want dat is ook, wij raakten met elkaar aan de praat op school en toen zei je al zo'n podcast waarin ik mijn mening mag geven over het onderwijs, daar, daar wil ik echt al mijn steentje aan bijdragen. Ja. Um, dus nou ja, daar zijn wij, zoals ik net al zei, heel blij mee natuurlijk. Uh, jij wil heel graag dat het doel van het onderwijs is dat je lessen leert die je op dat moment en in de rest van je leven kunt gebruiken. Ja. Je hebt er misschien al een paar genoemd, maar neem ons eens dus mee in jouw gedachtegang. Kun je die vraag anders stellen? Ik snap het niet precies. Snap ik wel. Um, wat zijn nou lessen die je leert? Die je zowel op dat moment als in de rest van je leven kan gebruiken? Wat is dus echt waardevol aan het onderwijs dat je krijgt? Op school? Bijvoorbeeld op school. Ja. Het kan ook echt daarbuiten zijn hoor. Um, nou, bijvoorbeeld met het organiseren van de bad is er echt veel meer mogelijk dan ik in het begin dacht. Ah, ja. Dus dan ga je naar iemand toe en vraag je, hey, zou dit en dit kunnen? Bijvoorbeeld de roostermaker zou jij over een week vier lokalen vrij kunnen boeken voor een paar uren. Ja. Uh, en ik zat echt, nou, dat kan echt niet. Maar uiteindelijk kom je er wel uit er zijn dingen veel meer mogelijk dan. Ja, ik heb uiteindelijk gedacht dat dat kon. Ja, oké. Okay. Dus jij ging dat organiseren, hè? die debatdag. Daar moest je heel veel dingen voor doen die je, achter, die je van tevoren niet had verwacht, denk ik. Dat die er allemaal bij hoorden. Ja. En het lukte allemaal. Ja, grotendeels is het wel gelukt. Super cool, ja. Supercool, ja. ja. Um, die debatdag, hè? is dat alleen voor leerlingen van Jan Arendt? Ja, het is alleen voor VWO 3 nu. Oh, zelfs dat. Oké. Okay, dus ja. wij mogen allemaal niet komen. jij ja, jullie mogen best en... wel komen helpen. En dan gaan <laughs> ook nog een mailtje sturen naar alle docenten die willen helpen. Mogen die ook natuurlijk helpen. Ja. Maar het is nu alleen nog voor VWO 3 op Jan A. En Oké. En jullie, dus als VWO 5 of als debatgroep mensen, mm -hmm. organiseren dat voor de derde klasse? Ja. Um, en waarom doen jullie dat? omdat we het heel erg leuk vinden en we willen graag leden werven, dus uh, het was ook een manier om mensen. Ja, het, maar mensen PR. Te... Ja. <laughs> het was een soort manier om mensen te introduceren tot hey, dit is debat, dit is eigenlijk best wel leuk. Slim. Want uh, ja, als je nu gaat zeggen, ja, kom je bij het debat, dan krijg je al heel snel een soort van gevoel van oh, allemaal oude mensen met zo'n strikte strikje die dan allemaal <laughs> een beetje gaan vertellen op een hele saaie manier dat hun mening beter is. Je krijgt een beetje politiek gevoel. Mm -hmm. Uh, en ik ben het daar niet helemaal mee eens. En om het zelf te doen, denk ik dat het ook een leukere manier is om erachter te komen. Te werken. Ja, dus jij zegt eigenlijk: Doordat zij het gaan ervaren, leren ze wat het echt inhoudt. En dan ja. krijg je ze vanzelf enthousiast. Ja, nou, nogal mooi advies voor ja. het onderwijs, denk ik. <laughs> um, je wil ook heel graag leren wat je passie is. Dat, ja, dat vind je eigenlijk het belangrijkste. Ja, ja, passie doel in het leven. Als we dan heel erg die doel werk. in ja. het leven. Ja. ja, ik denk wel dat. Dat wel dingen zijn die belangrijk zijn om te leren of te weten. Ja. En dan ga ik natuurlijk ook weer vragen: heb je dat geleerd op school? Nee. Natuurlijk <laughs> <laughs> leer ik heb wel dingen dat... die interessant zijn en die ja. ik heel erg interessant vind. Maar ik denk niet dat dat mijn doel in het leven of passie is. Dus ja. dat niet per se op school. Maar het het heb je, je voor jezelf helder juist. wat jouw doel in het leven is en jouw passie? Wel steeds dichter, um, maar nog niet dat ik weet van: oh, ik wil dat is mijn doel. Of dat is mijn, ik kan er nog niet helemaal mijn vinger op leggen, maar ik kom er wel steeds dichterbij. Ja. Kun, kun je iets vertellen? Wat is jouw passie? Uh, ik vind mensen dus heel erg interessant en heel erg cool. Uh, en het helpen van mensen. Hmm. Uh, ja, dat. En ook het onderzoeken en het beter maken. Dat is wel mijn passie. Ja. En dan beter maken in, in welke context? Um, nou, met culturele antropologie zit ik daar natuurlijk ook een stukje in. Maar het is de, um, informatie gebruiken om het beter te maken. Dus bijna een soort van onderwijzen. Maar dan helpen dat mensen het maar zelf ook kunnen. Dus in plaats van, ja, zeg deze kennis moet je weten, ook zeg maar het begeleiden ervan. Dus meer begeleiden dan helpen. Doortbij. Maar, ja mm -hmm, mm -hmm. oké, okay, ja. Yeah. En, en als je dat niet op school hebt geleerd, dat dat je passie is, waar haal je dan dat weten vandaan? Ik heb de nieuwe lichting gedaan van Tuur ogers en Joram-Ogers. En uh, daar heb ik best wel veel dingen geleerd. En dat heet ook alle dingen die je op school zou moeten leren, uh, <laughs> die leer je daar. Oké, okay. uh, wat is dat? De nieuwe lichting is, ja, het, het idee daarvan is, zijn wel uh, best wel. Extreem in sommige dingen en ik ben het niet met alles eens, dus een mm -hmm. disclaimer. Maar <laughs> um, <laughs> het zijn eigenlijk uh, twee mannen die het niet helemaal eens zijn met het momenteel systeem. Oh, oké. Okay. Uh, en die zullen maar zeggen: hé, hey, weet je, waarom gaan wij het niet veranderen? Dus die hebben uh, toen ik het deed, een jaarprogramma opgestart voor persoonlijke ontwikkeling. En die hadden toen vier bouwstenen. Nu kan ik ze niet helemaal precies zeggen. Maar het ging echt over persoonlijke ontwikkeling, uh, zelf goed in je lijf zitten, uh, financieel dingen regelen. Mm. Uh, dus heel erg van: Hey, hoe ga ik nou een stapje verder gaan in het leven? Ja, oké. Okay. En, en hoe ben jij daar dan weer terecht gekomen? Mijn moeder en mijn vader ook, maar vooral mijn moeder is heel erg bezig geweest. Is bezig met pers uh, persoonlijke ontwikkeling. Ja. Yeah. En die volgde helemaal uh, Tibor, al een tijdje. Ja. Yeah. En toen was er eerst voor jongens, want ze zijn maar jongens en meiden apart gescheiden. Oh. Um, uh, en toen kwam mijn moeder eigenlijk van: Hey, ze hebben een ding voor jongens. Het lijkt het jou cool als het ook voor meiden is? En ik zei: Ja, het lijkt me best wel cool. En toen kwam ze dus ook voor meiden. En toen ben ik daar eigenlijk naartoe gegaan. En toen een selectiedag gedaan. En toen ben ik daar doorgekomen. En toen deed ik dat voor een jaar. Jeetje, oh, Je moet okay. ook echt naar een selectie heen. Ja, er kwamen volgens mij veertig meiden. En toen uiteindelijk werden er twintig gekozen. Uh, maar al best wel veel haakte er bijvoorbeeld af. Die selectiedag was zelf al best wel heftig of intens. Ja. Um, ja, en toen ben ik daar doorgekomen. Ja, maar dat vind ik wel mooi. daarmee zeg je eigenlijk ook... Ik, heb, ik leer ook heel veel van mijn ouders. Van mm -hmm. mijn moeder in dit geval specifiek. Uh, en volgens mij heb je ook wel echt de behoefte om te leren en meer kennis op te doen. En ben je heel nieuwsgierig naar het leven? Ja, dat klopt. Ja, Want ik weet niet, dat weet ik serieus niet, of het heel gebruikelijk is dat jonge mensen denken: Nou, laat ik in plaats van met mijn vrienden te gaan stappen dit weekend, uh, ook even wat uh, extra ontwikkelingen doormaken op persoonlijk vlak of zo. Dit is niet als ik naar mijn pubers thuis kijk, die, <laughs> dat, uh, die denken vooral alles wat ik doe alleen op school wat moet. Ja. En voor de rest ga ik vooral heel hard op mijn fiets weer terug naar huis. <laughs> Precies, ja. ja. Oké, okay, en wat, want ik snap dat je niet alles erover kan vertellen, mm -hmm. maar wat heb je daar nou vandaag gehaald? Die, die opleiding eigenlijk uh, die je echt heeft geleerd wat je passie is of wat je richting is? Um, nou, het is sowieso was het, uh, best wel heel erg intens. Dus weet ik sommige dingen heb die ik daar geleerd, heb. Weet ik maar nog steeds niet helemaal mijn vinger op te leggen. Dus ja. het is nog steeds wel bezig. Mm -hmm. um, het is een proces. Ja, het is een proces. Ja. Um, maar ik denk een stukje dingen achter me laten en zeg maar, de, voor mezelf ook de ruimte te geven om te groeien. Hmm. En de passie die ik daar gevonden heb, is dus echt wel het begeleiden en het helpen in mensen. Dus ja, dat. Mooi hoor. Ja. Wat doen zij wat wij als gewone onderwijzers ook zouden kunnen doen? Um, ik, wat zij daar doen is uh, een stukje meer op spiritualiteit zitten. Oh, okay. Dus, als in ook alternatieve methodes, dus bijvoorbeeld ook een Wim Hof ademhaling of mm. uh, connectie. Uh, dus, ik denk dat dat misschien wel uh, ook toe te voegen is, bij ons op school. Ik weet natuurlijk niet hoe, maar bijvoorbeeld ook uh, dat je één keer in de week met elkaar gaat kijken: hé, hey, hoe gaan we dit doen? Of hoe kan ik nou 1% beter worden? Um, hoe ga, ze hebben een motto en dat heet uh, regel je shit. Ik weet niet of ik hier mag schelden. Mark. Regel je shit? Ja. ja. Ik heb het ook gezegd, dus nu mag het. Ja, ja, regel je shit. En dat is echt, hoe ga ik nou mijn shit regelen? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik financieel oké okay ben? Hoe ga ik mentaal oké okay zijn? Hoe mm. ga ik fysiek oké okay zijn? Dus dat zou ik kunnen implementeren. Uh, hoe ga je nou met voeding om? Ik denk dat dat bijvoorbeeld wel goed is om tijdens gym of biologie yeah. uh, te kijken van... Hey, nou, suiker, is dat nou het allerbeste? Of zouden we er toch iets anders naar kunnen kijken? Zouden we kunnen kijken naar betere variaties daarvan? Mooie dingen. Mooie ja. dingen om mee te nemen voor ons. Ja. ja. En ook Mooi. Misschien een leerlingenraad. Ja. <laughs> als je toch ergens misschien een ingangetje in de school hebt. Ja. Klopt. Ja. En als je nou kijkt naar. Um, vanuit alles wat je net tegen ons verteld hebt en ons luisteraars verteld hebt. Je mag nog één ding, zeg maar, meegeven aan de mensen die luisteren. Wat zou je. Wat, als je het samenvat, wat zou je ze willen meegeven? Heb jij een motto, een mantra? Uh, nou, ik had erover nagedacht wat ik zou zeggen. En toen kwam ik uit op uh, fake it till you feel it. Dus in plaats van fake it till you make it, fake it till you feel it. Uh, dus soms moet je gewoon doen alsof je het al kan of al weet. Of zeg maar dat je het al rokt. En dan uiteindelijk komt het wel tot je het echt gerokt hebt. Mm, Geloven in Jezelf. ja in jezelf ook al voel je je vandaag niet fantastisch kan je wat doen alsof je je vandaag wel fantastisch voelt mooi en als je het inderdaad maar gelooft ja, dan, dan straal je, je het ook uit ja hey Noah de tijd zit op mag ik jou bedanken voor ja. jouw bijdrage aan onze podcast ja. dankjewel. ik heb Blijk van je genoten en, uh, en da dus dank ja, je wel ja dank je wel voor komen en mocht je nog meer willen weten over de podcast dit is onderwijs volg ons dan vooral via al onze social media's dit was. Dit is onderwijs. Een podcast waarin we proberen verbinding te maken tussen het onderwijs en de dag van morgen en de dag daarna. Dit is onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en ditisonderwijs.nl.